middelbare school. Eigenlijk is het maar beter dat het uit is tussen Karma en mij. Kom maar. Jij kent de regels, Hamza. Hè? Van Morselt leest altijd je berichtjes voor als je stiekem zit te appen in de les. Ewa ouwe. VGM zijn mijn ouders niet thuis. Als je ouders je telefoon checken, dan weet ze niet waar je het over hebt. Sommige van haar dansvideo's zal ze echt niet blij mee zijn, hoor. Ik wil nu dat jullie allemaal een brief gaan schrijven. En jullie gaan die brief zometeen aan elkaar schrijven. Dan gaan we zometeen loten. Ik ben in ieder geval wel blij dat ik geen brief voor Karma hoef te schrijven. Net zo blij als Karma die jou wel heeft getrokken. Karma vindt het vastgeinig dat ze mij heeft. Zodat ze me totaal kan bashen in die brief. Ik had gehoopt dat je misschien Karma had. Dan konden we ruilen. De opdracht van vermoorden zou eigenlijk nog best leuk kunnen worden. Wil jij misschien van loodjes ruilen? Ik heb Emma. Oh ja, tuurlijk. Ja? Lekker man. Farid, jij mag als eerste. Maar alleen wij weten hoe het echt zit. Ik vind het knap hoe je het allemaal doet met je pleegmoeder die nu ziek is en zo. Nou, dat is een hele mooie brief. Dit had ik niet verwacht. Ik ben benieuwd wat voor brief jij gekregen hebt. Wil jij hem voorlezen? Mijn brief is nog helemaal niet af, joh. Hé, hey, Karma. Ik heb me echt in jou vergist. Je gebruikt mensen gewoon als het je zo uitkomt. Ik heb je geholpen door voor je te liegen toen je dat... hij je tegen Van Morselt's hoofd aan hebt gegooid. Karma kan even met mij meelopen. Zo'n lage actie om mij te verraden bij Van Morselt? Serieus? Ik dacht eigenlijk dat we allebei wel hetzelfde dachten over... als we niet goed bij elkaar passen. Als ik iets te zeggen had, had ik het in je gezicht gedaan... en niet in een brief die aan de hele klas had voorgelezen. Je kan het misschien wel goed maken. Kan je misschien zeggen dat ze samen het ei hebt gegooid? Als ik je weer kan vertrouwen, dan... misschien wil ik je dan weer terug. Farid wilde nog iets tegen u zeggen. Dat hebben we samen bedacht. Is dat waar? Nou, dan mag jij net als Karma de komende 2 weken iedere ochtend om 19:30 melden. Je moet er wat voor over hebben om je vriendin terug te krijgen. Dat ik nog met jou te maken wil hebben en wat je me hebt geflikt met die brief. Zie je nou wel dat je mensen gewoon gebruikt? Heb ik ooit gezegd dat ik dat niet doe dan? Waarom doe ik de hele tijd van die stomme dingen? Het lijkt soms wel alsof mijn hersenen uitstaan als ik een meisje leuk vind. I'm sorry!